ben Tom van de Talent Academy en ik ga vandaag voor jullie in After Effects een tip geven over hoe dat je een compositie kan gebruiken als een template en vooral hoe dat we daar een drop-down menu kunnen inmaken om snel te kunnen wisselen tussen bepaalde lagen. En dat direct laten zien aan de hand van een voorbeeld. Ik heb hier een klein animatietje gemaakt, heel simpel. En we zien hier een icoon van de Adobe software, in dit geval After Effects, en daaronder staat Tip of the Week. En wat heb ik nu gedaan? Dit is eigenlijk een pre-comp, dus een compositie die we in een compositie plaatsen. En ik heb deze geanimeerd, maar in die compositie zitten nog andere iconen. En ik heb ervoor gezorgd dat we hier Essential Properties hebben gemaakt. En dat ik nu heel eenvoudig kan switchen tussen verschillende iconen. Bijvoorbeeld als ik zeg het is een tip of the week over Illustrator, kan ik nu naar Illustrator. We zien dat dat direct verandert en ook dat onze animatie eigenlijk hergebruikt wordt. Dus we gaan heel snel een keer bekijken hoe dat we zo'n drop-down menu kunnen maken. Dus ik ga beginnen met een nieuwe compositie te maken. Nu, ik heb hier al die icoontjes hier allemaal staan, dus ik ga die allemaal selecteren en ik ga die droppen op onze New Composition icoontje hier, zodanig dat we een nieuwe compositie maken. Nu, dan krijg ik hier dit te zien. Ik wil één compositie met al die zaken daarin. En ik kan ook kiezen hoe lang die compositie moet duren. Nu 10 seconden, mijn tijdlijn is hier ook 10 seconden, dus ik ga gewoon 10 seconden nemen. Dat kan je aanpassen naar wens. En dan zeg ik oké. Okay. Wow. Dan heb ik nu een compositie gemaakt. Nu, ik ga dit ook even herbenoemen. Dat het best. Dus ik ga dit Master Comp noemen en ook zeggen wat erin zit. Icons, voilà. En ik zet dat bij mijn pre-comps. Een beetje organisatie in het project is nooit slecht. En dan gaan we een keer zien hoe dat we dit kunnen aanpassen. Dus hier zitten nu in die compositie vier lagen. Dus eigenlijk al die iconen zitten hierin. Nu wil ik natuurlijk kunnen switchen tussen die verschillende iconen. Eerst en vooral moet ik natuurlijk zo een drop-down menu gaan maken voordat ik dat in een master kan gaan steken. En meestal als ik zo'n dingen maak, doe ik dat op een nul object. Waarom een nul object? Dat is een laag die we niet gaan zien in onze renders, maar je kan daar eigenlijk van alles gaan op vaststeken. Nu, deze tip zal straks ook een kleine expression bevatten, maar geen nood. Het is allemaal vrij eenvoudig, dus je kan normaal gezien gewoon meevolgen. Dus ik ga hier new nul object, dan heb ik gewoon die laag en ik herbenoem die meestal gewoon naar control of iets dergelijks. Ik zal er misschien drop-down bij zetten, zodanig als ik ooit terugkom in dit project dat ik direct weet waarvoor deze laag gemaakt was. Nu heb ik de effects controls nodig van dit van deze laag, van dit nul object. Dus ik ga die erbij halen. Ik ga die hier ook eventjes opzij zetten, zodat we dat wat beter zien. En daarop moet ik nu eigenlijk onze drop-down menu gaan maken. Dat gaan we doen bij effect. Dus we zorgen dat onze laag geselecteerd is. Dan gaan we naar effect. We gaan naar expression controls. Ik heb het er straks al even vernoemd dat we over expressions gaan spreken, maar het gaat heel eenvoudig blijven. En ik zeg hier drop-down menu control. Voilà. Heel simpel. Dit is gewoon een drop-down menu. Nu, daar is nog niets aan gekoppeld. Dus we gaan eigenlijk nog niets zien veranderen als we dit gaan gebruiken. En we moeten dit eigenlijk gaan aanpassen. Eerst en vooral moeten we hier nu die vier items die we hier hadden gemaakt gaan insteken. Dat doen we hier bij edit. Dus daar ga ik op klikken. Dan krijgen we dit menu'tje te zien. En hierin kan ik dus namen gaan geven. Ik ga beginnen met de bovenste laag, dat is Photoshop. Dan de tweede laag is hier InDesign. De derde is Illustrator.
En dan heb ik nog een vierde nodig. Daarvoor moet ik hier op het plusje klikken. Dan komt er een item bij. En dan kan ik hier zeggen After Effects. Voilà. En dan klik ik op OK. En dan gaan we zien dat dat allemaal ingevuld is hier in onze drop-down menu. Goed, nu, dat is nog altijd niet gekoppeld. Nu klopt dat wel, maar als ik hier voor InDesign kies, dan verandert dit nog niet in InDesign. Dus dat moeten we nog gaan maken. En dat gaan we doen door onze opacity van de lagen eigenlijk te koppelen aan wat we hier kiezen. Nu, ik ga hier ook even dit al lokken. Zodat als ik van laag verander, dat dit blijft staan. En dan ga ik hier naar onze opacity gaan. En ik ga daar een expression op toepassen. Nu, dat schrikt soms mensen af, expressions. Maar je zal zien, het is niet zo heel moeilijk. En een keer dat je daarmee weg bent, kan je nog een pak meer gaan doen in After Effects. Dus hoe voegen we hier een expression op toe? Wel, we gaan naar Animate, Add Expression. Dit is de shortcut. Wat dat je ook kan doen, wat ik meestal doe, is je duwt Alt in op je toetsenbord en dan klik je op het stopwatchje. En dan krijg je ook je expression window hier te zien. En daarin moeten we nu eigenlijk een klein beetje code gaan schrijven om dit te gaan koppelen. En we gaan dat doen met een if-else statement. Dus wat gaan we eigenlijk zeggen van... Als onze menu Photoshop aanduidt, dan willen we deze laag op 100%. Als dat niet zo is, dan willen we die op 0%, want dan kunnen we de andere laag zien. Dus dat gaan we nu maken. Dus dit moet je wel exact overnemen. Dus if, dat was al heel eenvoudig, dus als. En dan moeten we gaan zeggen waar dat die moet naar gaan kijken. Dus ik ga mijn haakjes openen. En ik ga nu hier deze pickwhip gebruiken, omdat ik anders alles zelf moet intippen en dit gaat dat een stuk voor mij doen. Dus als deze menu, dus ik pickwhip naar deze menu, dan gaat hij dat invullen. Dus dan gaat hij eigenlijk zeggen in deze compositie op de laag control dropdown, dus die laag, kijk naar het effect, dropdown menu control, de menu, dus dat is dit. En dan wil ik zeggen, als dit gelijk is aan, dus dan is gelijk aan, moet ik twee keer is gelijk aantippen. En dan ga ik hier zeggen 1, want dat is het eerste item uit mijn menu. 1. En dan sluit ik mijn haakjes, dan is dat eigenlijk de voorwaarde die ik stel aan het if statement. En dan ga ik hier mijn curly brackets openen. En ik ga naar de volgende lijn. Ik ga dit ook even een klein beetje groter proberen maken, zodat je ziet wat er gebeurt. Want After Effects begint dat al verder aan te vullen voor mij. Van als ik deze curly bracket had getipt, gaat hij dat automatisch beginnen doen. Nu, ik had gezegd, als dat deze optie is, dus als hier Photoshop staat, dan wil ik natuurlijk dat deze laag 100% heeft. Dus ik ga hier 100 ingeven. En dan ga ik hier op het einde zeggen wat er anders moet gebeuren. Dus als het niet Photoshop is, dan ga ik zeggen... else. En dan ga ik terug curly brackets openen. Dat terug een beetje open klappen, dat we alles zien. Dus als hier niet voor Photoshop gekozen is, dan wil ik natuurlijk dat deze laag 0% opacity heeft. Voilà. Ik ga er even naast klikken en dan wordt dit toegepast. Dus wat gaan we nu zien? Als we Photoshop hier hebben staan, dan moet dit 100% zijn. Dat klopt. Als ik hier nu iets anders kies, dan wordt dit 0% en dan verdwijnt onze laag. Oké, op zich tot daar vrij eenvoudig. Dus nu kan ik eigenlijk deze expressie kopiëren en dan kan ik naar de volgende gaan. Ik ga hier op de T duwen voor opacity. Alt klikken op de stopwatch. En dan kan ik hier gewoon command V plakken. En dan moet ik wel een kleine aanpassing gaan doen. Want door het feit dat ik dat gewoon geplakt heb, dan verwijst deze 1 nog altijd naar de Photoshop optie. En die moet nu naar de InDesign optie wijzen. En dat is natuurlijk ons tweede item in ons menu. Dus ik moet hier gewoon het cijfertje in 2 veranderen. Voilà.
En nu werkt dit. Dus als ik Photoshop kies, zie ik Photoshop. Als ik InDesign kies, zie ik InDesign. En als ik iets anders kies, ja, dan zie ik nog wat dat daaronder zit. Dus die twee moet ik nu ook nog gaan aanpassen. Dus nu kan ik gewoon verder. Ik heb nog altijd mijn expressie gekopieerd op mijn clipboard. Dus ik kan hier gewoon verder naar de volgende. Alt klikken, stopwatch, Command V. En dan nu After Effects is soms hier een beetje moeilijk voor het laten zien. Maar geen nood. Hier de 1 veranderen nu door 3, want Illustrator was derde in mijn menu'tje. Voilà. En dan moet ik er nog eentje doen. De After Effects. Al klikken op stopwatchje. Command V. En dan helemaal bovenaan hier dit vervangen door 4. Voilà. Zo. Klikken. En nu kan ik eigenlijk gaan switchen tussen mijn verschillende iconen. Ik kan controleren of alles werkt. En dat lijkt allemaal te werken. Goed. Ik ga even op mijn U-toets duwen om alles dicht te klappen. Een beetje meer overzicht. Nu natuurlijk moet ik nog ervoor zorgen dat we een, dit kunnen gebruiken als een menu'tje in onze hoofdcompositie. Dus als ik deze even uitzet en ik ga hier die nieuwe compositie binnenbrengen, dan gaan we zien dat dit nog niet 100% werkt. Maar ik ga misschien ook al deze animatie even kopiëren en plakken, zodanig dat we hetzelfde kunnen krijgen. Nog een beetje verzetten. Zo. Voilà, dus die werkt wel al. Maar je zal zien dat tegenover deze waar de Essential Properties staat in het menu'tje, dat ik hier die optie nog niet heb. Dus dat moeten we nog gaan maken. Dus ik ga dat hier doen in mijn Mastercomp. En hoe doen we dat? Dat is eigenlijk ook vrij eenvoudig. We moeten het Essential Graphics paneel daarvoor gaan gebruiken. En dat zit hier bij Window Essential Graphics. Voilà. Dus dit paneel. En nu moet ik natuurlijk de juiste compositie gaan kiezen. Dus ik ben op deze compositie bezig. Voilà. Dus daarop moet ik nu gaan werken. En hier kan ik eigenlijk een soort van master properties. Tegenwoordig noemt dat essential properties. Maar vroeger heette dat wel degelijk master properties. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. En nu moet ik eigenlijk dit menu'tje hier gaan inkrijgen. Nu, het lastigste daaraan is dat we van hier dit niet naar daar kunnen slepen. Jammer genoeg. We moeten dit vanuit de lagen doen. Dus we gaan hier in de lagen, effects, drop-down menu. En dan kan je hier deze menu slepen naar het Essential Graphics paneel. En nu zit dit in onze Essential Properties. Ik kan dit label nog veranderen. Dus kan je bijvoorbeeld zeggen icon. Zodat we zeker weten wat dat dit is. En als ik nu ga kijken in mijn hoofdcompositie, dan gaan we zien dat hier Essential Properties is bijgekomen en dat we hier nu kunnen gaan switchen tussen onze verschillende iconen. Voilà. Zo eenvoudig was het. Het zijn een paar stapjes. We moeten een expressie gebruiken, maar op zich is het niet de moeilijkste. En dit kan je veel tijd besparen als je vaak met iconen werkt of met logotjes, bijvoorbeeld met verschillende sublines, verschillende talen. Kan je allemaal in zo'n drop-down menu'tje gaan steken. En dat kan ervoor zorgen dat je veel sneller kan werken. Eén keer maken en je kan het hergebruiken. Zoveel als dat je nodig hebt. Voilà, dit was het voor deze Tip of the Week video. Dan zie ik je graag terug in een volgende video. Tot dan, dag.